Nou, ik ben Arie Kralt, 28 jaar en geboren en getogen Katwijker. Ja, ik ben in een goed nest opgevoed. Ja, ja. En ik had alles voor de rest. Ik had niks om te klagen. Okay. Dus ik heb denk een jaar of 5 judo gedaan. En denk een jaar of 3-4 taekwondo. Dus dat je de 11-12 ben ik pas begonnen met voetballen. Ja, daar had ik het altijd enorm naar mijn zin. Lekker, nou ja, het is ook niet gek met mijn lengte dat ik centraal achterin stond. Lekker beuken en gaan. Ik ging naar Pieter Groen, HAVO VBO. Nou, dus keuze gemaakt om HAVO te gaan doen. Ja, eigenlijk zonder problemen. Ja, eigenlijk tot mijn 15e, 16e eigenlijk gewoon een heel rustige jongen die toen ik 15 was wel begon met een biertje drinken, maar dat was niet overdreven, zeg maar. Ja. Ik was eigenlijk altijd buiten ook, ik was altijd buiten aan het voetballen. Ja, ja. Maar toch op een gegeven moment, zeg maar, op mijn 15e, 16e, begon ik toch wel wat meer zin te krijgen in het drinken van bier. Ja. Ook omdat je zeg maar in het voetbal, omdat ik helemaal ieder laat was ook van Feyenoord, dat was geweldig en daar keek je naar uit. Mm-hmm. En ik had al een aantal jaren, was ik met mijn vader, ging ik elke zondag, één keer in de 2 weken naar de Kuip. We hadden een seizoenskaart en dat was mijn ding en daar ging ik ook echt voor. Tegelijkertijd ook, dus ik ging wat meer drinken. Ja, en op een gegeven moment, ik weet niet precies meer hoe dat gegaan is, maar kwam ik ook in aanraking met wiet, met blowen. Ja. In het begin, dan ben je nog voorzichtig daarmee. Hè? Dus je doet misschien in het weekend doe je af en toe een blootje roken. Maar toen ik 17 was, had ik mijn HAVO-diploma gehaald. En ik ging naar de hogeschool Leiden. Ik ging naar de chemie studeren en omdat ik groot was kon ik ook makkelijk zelf wiet halen, dus ik ging wat meer roken. Het was nog niet, steeds niet overdreven veel, maar het was toch wel lekker en een beetje stoer doen, lachen, gieren, brullen. En toen kwam een moment dat mijn moeder, en achteraf wisten we het al een tijdje, heel erg moe was en dergelijke. Ja. En we kregen het horen dat ze kanker had. Ja. Uitgezaaide kanker. En dat was gewoon een heel moeilijk moment. En kon ik ook niet echt verkroppen, zeg maar. Ja, en dat heeft eigenlijk voor mij ook een trigger gegeven om meer te gaan drinken in het weekend. Mm-hmm. Want niet zozeer dat ik dat door de week deed, maar echt puur in het weekend. En toen was je moeder nog gewoon ziek? Ja, die was ziek, ziek, zeg maar. Dus toen ik bijna 18 was, toen werd mijn moeder ziek. Yeah. En ik begon meer te blowen. Steeds meer. En dat werd dat gewoon dagelijks. Maar ik denk ergens tussen mijn 18e en mijn 19e ben ik ook, omdat ik ook in het weekend echt helemaal losging en dat werd ook steeds erger en erger, ben ik in aanraking gekomen met cocaïne. Ja. En toen ik mijn eerste snuifje cocaïne nam, was ik verkocht. Ja. Ja, ik was zelf meteen verkocht. En wat gebeurde er dan? Op het moment dat ik dat nam, was mijn verdriet wat ik had vanwege mijn moeder. Want we wisten dat was uitgezaaide kanker. Er was niks meer aan te doen. Dus we wisten gewoon, die gaat op een bepaalde termijn gaat ze dood. Ja.
En ja, toen ik dat nam, de verdoofde dat. Dat was natuurlijk geweldig. Omdat ik studeerde, had je natuurlijk geen superinkomen of dergelijke. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik wel door mijn schoolroosters redelijk veel kon bijwerken. Ik werkte bij de Albert Heijn. Nog wel een leuk centje kon verdienen. Ja, je gaat het natuurlijk niet allemaal opmaken. Hè? In het begin. Dat was een hogeschool, hè? Ja, hogeschoolleider. Ja. Nee, daar chemiestudie. Ja. Ja, en dat heb ik zeg maar twee periodes goed vol kunnen houden. Tot zeg maar dat moment dat ik zei dat mijn moeder ziek werd. En ja. Toen ben ik eigenlijk afgegleden, steeds meer school ook, ja. Steeds minder gaan doen. En, maar je moet wel je propedeuse halen. Ja. En dat is mij niet gelukt. Ook om dat zeg maar in dat jaar, los dat ik ook heel veel drugs ben gaan gebruiken. Binnen iets minder dan een jaar was mijn moeder ook daadwerkelijk overleden. Dus achteraf veel sneller gegaan dan verwacht. Wat voor kanker had ze? Zij had darmkanker. Maar dat was eigenlijk een zeldzame vorm, was eigenlijk overal uitgezaaid in de organen. Oh, ja, ja, ja. En dat kan je niet altijd zien in een scan. En zij had heel veel problemen met haar hart. Ja. En ik kwam pas op het laatste moment achter dat eigenlijk hart helemaal naar de klote was. Ja. Dus eigenlijk veel sneller gegaan dan we hadden verwacht. Dus mijn moeder overleed ook. Mm-hmm. En dus dat was in mijn tweede jaar van mijn studie. Dat ik het eerste jaar opnieuw deed. En daardoor die combinatie met feesten om het verdoven en het blowen. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik mijn opleiding niet gehaald heb, want ik had niet al mijn studiepunten binnen. Dus ik moest ermee stoppen. Nou, toen mijn moeder overleed, toen ben ik wel eerlijk geweest tegenover mijn zus en mijn vader. Van, ja. Joh, ik heb gewoon veel gebloot en ik heb ook cocaïne gebruikt. En dat was eigenlijk, luchtte dat enorm op. Toen ik dat gezegd had, was nadat mijn moeder was overleden. En het zijn ook wel een aantal maanden geweest waarin het redelijk ging. Ja. Maar het was wel zo dat ik in de tussentijd, moet ik even goed erbij zetten, ben ik in aanraking gekomen met de justitie, omdat ik aanwezig was bij rellen bij Feyenoord. Mm-hmm. En ja, ik was op camerabeelden gespot, zeg maar. En, ja. Ja, ik moest bij de politie komen in Rotterdam. Stond ook breed uitgemeten op teletext dat ik was opgepakt. En ik kreeg zeg maar een voorwaardelijke gevangenisstraf erbij. Yeah. En door verschillende redenen is dat ook omgezet in een gevangenisstraf. Dus ik heb ook vastgezeten. Okay. En zeg maar, dat was in een periode nadat mijn moeder is overleden. Yeah. En dat geeft ook weer een knauw natuurlijk, dat het allemaal gebeurt. Ja. En ook mijn vader, en dat was ook het probleem waar het echt fout ging bij mij. Mijn vader, die raakte de weg kwijt nadat mijn moeder was overleden. Mm-hmm. Toen hebben wij, ik en mijn zus, een vakantie gegeven naar Spanje samen met zijn collega. Maar in Spanje heeft hij zijn vrouw leren kennen. Ja. Ja, zijn huidige vrouw die hij is, maar dat was ook heel kort. Dus ik kan je voorstellen dat al die dingen speelden. En mijn probleem met drugs, wat ik de eerste maal nog redelijk, maar dat kwam al heel snel weer terug. Probleem met opleiding, probleem met justitie, problemen met mijn vader. Alles kwam bij elkaar. Ja. En toen mijn vader die zijn vriendin ook kreeg, toen werd het van kwaad tot erger. Hij ging eigenlijk direct bij haar leven.
ja, dat konden we gewoon niet handelen. Nee. Ik zat op dat moment ook nog in mijn studie. Mm-hmm. Dus het was gewoon niet te doen. Heeft ook voor heel veel spanning tussen mij en mijn zus gezorgd. We hebben dat gelukkig ook opgelost. Maar ja, nou, op een gegeven moment, omdat ik met mijn opleiding moest stoppen, ben ik gaan werken. En ik ben toen weggegaan bij de Albert Heijn, ook omdat ik daar wat problemen had. Dus dat is ook logisch, gevolg op gevolg. En ik ben in de bloemen gaan werken. Bij verschillende bedrijven. Ik moet zeggen dat in het begin ook nog wel aardig ging. Ja. Maar ik begon langzaam steeds meer te gebruiken. Cocaïne, ja, ja. Want ik was eraan verkocht. Ja. Ja. En ik ging dat ook stiekem doen. Ja, ja. Dus buiten dat iemand dat wist, ook niet van mijn vrienden of zo. Hè, want het was wel degelijk dat een aantal mensen in mijn vriendengroep dat ook gebruikten. Maar op een veel lagere schaal als mij. En ik ging dat ook door de week gebruiken. Ja, en dan kom je in, ook omdat je in aanraking geweest bent met justitie en alles wat er is gebeurd. Ik werd ook gewoon levensmoe. Niet dat ik een suïcidaal was, maar ik had gewoon geen zin meer in mijn leven. Nee. Weet je, ik wilde het liefst gewoon een beetje gebruiken en dan de hele dag niks doen. Maar het ging ook heel snel voor je natuurlijk. Ja, het ging allemaal in een paar jaar, als ik het hoort, ja. In een paar jaar tijd wat er allemaal niet gebeurd is. Ja, dus echt. Eigenlijk waar je je veilig bij voelt, je moeder is weg, je vader gaat weg, je problemen als hooligan bij Feyenoord, je komt in de gevangenis terecht, je studie moet je afbreken. Ja, dat is niet niks natuurlijk, je hebt met cocaïne te maken. Ja, en het werd eigenlijk steeds erger en erger. En ja. wat je dan gaat doen, is dat je dat gaat verbloemen. En dan in het begin gaat het nog wel, maar al mijn geld ging er naartoe. Wat ik verdiende, maar ook omdat je eigenlijk steeds dieper in die put komt. Dus dat je op een gegeven moment ook je baan kwijtraakt. Ja, je zit gewoon zo in stramien en dan ook wat je zo beheerst is dat je gewoon eigenlijk niks wil, niemand aan je hoofd, ook geen collega's of zo. Ga je van baantje naar baantje en je doet alsof het allemaal geweldig gaat. Ja. Maar dat ging het helemaal niet. Ja, ik heb toen een studiootje gehuurd. Ja. En later in een huis gedeeld met z'n drieën gewoond. En dat ging steeds van kwaad tot erger. En ik bouwde steeds meer schulden op. En dus in een periode van 3 jaar... ben ik eigenlijk helemaal naar de afgrond gegaan. Yeah. En ik heb in al die tijd ook wel op mijn vriendschappen blijven houden, doen alsof het allemaal goed ging. Yeah. Ik had ook een relatie in die tijd, een langdurige relatie. Maar het ging gewoon niet meer, weet je. Ik had schulden en dat ging vroeg of laat ging dat toch uitkomen. En ik wist al een aantal maanden van tevoren ik ga mijn huis uit worden gezet, want ik heb huurachterstanden die ik niet weg kan werken en dan gaan ze je eruit zetten. En het bijzondere is, omdat ik in aanraking geweest ben met justitie, ben ik ik denk dat het in 2012 was, of begin 2013, ik kan me niet precies meer herinneren, ben ik bij de brug geweest, bij het project reïntegratie, omdat ik vast heb gezeten. Maar omdat die periode 2 jaar is, kon ik precies bij de brug terecht. En kon ik zo weer terug in het project reïntegratie. Nou, ik denk 1 of 2 maanden voordat ik bij de brug terecht kwam. Omdat ik zoveel problemen had, ben ik een aantal keren naar de kerk gegaan. Want ik had ook een aantal vrienden die christelijk waren. Ja. Ja, hoe zat jij met je geloof? Daarvoor, kijk, in Katwijk, we krijgen wel de verhalen krijgen we mee, maar ik was niet gelovig. Nee. Mijn ouders ook niet praktiserend gelovig. Nee. Geen kerkgangers, niet. Dus nee, in dat geval, ik was daar totaal niet mee bezig. Nee. Sterker nog, als ik eerlijk ben, was fijn op mijn geloof. Ja. Daar ging ik voor. Ja. Dat
veel Feyenoord zeggen dat ook letterlijk, dus Feyenoord is, weet je, de Kuip is hun kerk, weet je wel. Ja. Zo zat ik er ook in. Maar tegelijkertijd, omdat al die dingen ook gebeurden, ga je ook, ondanks dat je dingen aan het verdoven bent, je gaat nadenken over het leven. Ja. En wat heeft het leven je te bieden? Mm-hmm. Maar ook die hele moeilijke vraag. Wat gebeurt er met de dood? En wat gebeurt er na de dood? En het is altijd, sinds mijn moeder is overleden, is dat altijd in mij, die vraag is blijven branden. Mm-hmm. En ik heb wel gesprekken gevoerd, zwaar onder invloed, met vrienden van mij. Ja. Over het geloof. Dus ik wist ook wel dat er wat was. Ja. Toen heb ik op een gegeven moment, zeg maar een maand of twee of drie, voordat ik bij de brug terechtkwam, toen heb ik het echt uitgeschreeuwd naar God. Van waar bent u, weet je? Ziet u mijn problemen niet? En ik wil eruit, maar het lukt me niet. Ja. Ik kan het niet. Maar ik wil me bekeren. Ik wil Jezus aannemen. Ja, wat het precies inhield. Ja. Dat wist je niet. Nee, dat was wel een vraag vanuit je hart. Was een harts verlangen. Ja. En ik heb de keuze gemaakt. En toen heb ik ook gewoon ervoor gekozen om deels open kaart te spelen richting mijn vriendin. En ik heb de relatie verbroken, want ik dit kan niet meer. Ik ben gewoon zo ontzettend fout geweest. Ik heb over zoveel dingen gelogen ook. Dus ik heb dat gewoon pas klaar. Dus ik heb nog een tijdje, ben ik ook doorgegaan met veel drinken. Ik moet wel zeggen dat ik wel minder al ging gebruiken en dergelijke. Dus een stuk minder. Ook logisch, omdat ik bijna geen geld meer had. Tot zeg maar februari, begin februari, dat ik bij de brug terecht kwam. En toen kwam het ook echt allemaal uit, hè, dat ik welke problemen ik had. En toen moest ik met de billen bloot. Nou, ook bijzonder, heel bijzonder was ook, hè, dus die hartekreet zat nog steeds in me. En ik denk dat ik net een maand of zo bij de brug zat en ik ging in de tussentijd, ben ik regelmatig naar de kerk gegaan. Ja. En niet elke week, maar ik ben wel regelmatig. En ik weet nog, op een gegeven moment dat zat ik in de kerk en er kwam wel bekende opwekkingslied, Heer, ik kom tot u. Ja. Die kent iedereen wel. Ja. En dat was zeg maar het favoriete lied van mijn moeder. Ook mijn moeder heeft zich zeg maar, toen ze ziek was, zij geloofde altijd wel, maar was niet praktiseren. En dan hoor ik achteraf, hoor je dat natuurlijk. Maar ook echt haar hart aan Jezus gegeven. Ja. Dus, ja, dat is fantastisch. Dat is zeker. Maar dat was ook heel, voor mij was dat een heel verdrietig nummer. Ja. En op dat moment dat ik in die kerk zat, ik werd emotioneel. Mm-hmm. Maar ik werd getroost. Dus dat is een heel bijzondere, het is gewoon een wonder. Het was bovennatuurlijk. Kon je dat ook, troost? Nee. In die zin? Nee, ik kon dat niet. Dat was voor jou echt nieuw? Ja, ik was echt nieuw. Ja. Ik kon dat gewoon geen woorden geven. Toen dat gebeurde. Want ik ervaarde een troost vanuit de hemel. En als je dat achteraf gaat bekijken. Ja. Ja, en dat heeft mij... Eigenlijk kan je zeggen, dat is eigenlijk ook het moment geweest dat ik echt... gezegd van ik ga mijn leven veranderen. En op datzelfde moment toen dat gebeurde, toen werd er heel duidelijk werd er tegen me gesproken. En het was ook heel duidelijk, jij gaat voor mij spreken.
ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk maar één terugval, één uitglijder, één moment heb gehad dat ik dwars door de glijder ben heen gegaan. En voor de rest niet. Maar mijn probleem lag in mijn gedrag. En ook nog steeds dat stoeren en doen alsof je het allemaal wel weet. En als je er al bent, terwijl je eigenlijk gewoon een probleem bent. Ja, ik had in de tussentijd natuurlijk ook, door alles wat er gebeurd was, ook een muur om mijn hart gebouwd. Ja, die moest afgebroken worden. En ik moest anders gaan denken en handelen. Ja. Want ik handelde gewoon verkeerd. Ik was al iemand die vanaf het begin, ook omdat ik dat woord had gekregen, heel veel las in de Bijbel. En hoofdstukken achter elkaar. Ja, je gaat dagboekjes lezen. Omdat ik bij de kringloop werkte, je koopt dus een boek over een bepaald onderwerp. En ja, dan ga je toch naar dingen kijken. Dus ik dacht van nou, misschien is het goed dat ik belijdenis ga doen in de Hervormde Kerk. Ja. Belijdenis van mijn geloof. Dan kreeg ik ook een mooi stukje onderwijs. Dat is goed voor me. En dan kan ik ook leren wat God van me verlangt in dit leven. Niet dat dat altijd meevalt, want dat slechte dat zit er altijd in je. En dat merk je ook, dat wordt strijd. Ja, dat was niet altijd makkelijk om dat te accepteren, maar daar kom je heel gauw achter. Ja. Ook dankzij het fantastische team wat er bij de brug zit. Die dat ook gewoon, die spiegel bij je voorhoudt. En dat heeft me toch wel stapje voor stapje doen veranderen, want het is zeker een proces. Het vallen opstaan, heel veel fouten gemaakt. Maar ja, toch ging het wel vooruit. Ook omdat ik zoveel met het woord van God bezig was. Was dat ook een verlangen van je? Ja, dat was echt een diep, diep hartsverlangen. Het was er al. Ja. En ik ben altijd al iemand geweest die als hij ergens voor ging, ook in de foute dingen, dan ga ik er niet 3% voor mijn 100. Ook zeg maar in mijn foute leven ging ik altijd dwars door de gluit. En het liefst tot als laatste weg, zeg maar. Ja. Dus ja, zeker. Ik heb uren tot diep in de nacht heb ik zitten lezen. Geboeid altijd. Ja, geboeid, geïnteresseerd. Ja. En zoeken naar. Naar wat is de waarheid. Hè? En misschien in het begin ook wat meer in het Nieuwe Testament. Maar al gauw ook enorm in de verhalen van het Oude Testament. En dan vooral het begin. Hè, dus Genesis en Exodus. Mm. En dat sprak me enorm aan. Kan je misschien aangeven waarvoor dat was? Waarom dat was? Nou, kijk. Zeker het verhaal van de Exodus, wat natuurlijk spreekt over verlossing uit slavernij. Dat is, voor iemand die verslavingsproblematiek heeft, spreekt dat natuurlijk enorm aan. God heeft gezegd van, ja, je gaat spreken. Dus ik heb ook heel vaak tegen hem gezegd, Vader, wilt u zorgen dat ik juist bronnen tot mijn beschikking krijg? Mm-hmm. En dat kwam ook mee omdat ik zeg maar in dat proces dat ik bij de brug zat, dat ik... ik was heel interkerkelijk in het begin. Dus ik ging liep bovenal binnen. Hervormde Kerk, herstelde Hervormde Kerk. Maar ook in evangelische gemeentes. Ja, dus ik heb ook die keuze gemaakt om te zeggen, ja, maar ik ga voor de evangelische gemeente. Ik verdiepte mij ook heel erg in de eerste 5 boeken, laat het zo maar even zeggen. Daar lag mijn interesse. Ik geloofde dat ik daarmee mijn leven ook kon veranderen. Door die dingen die daar staan, om dat toe te passen. Maar ik kreeg ook een aantal boeken. Bijvoorbeeld van bekende, die heeft ook gesproken in Katwijk, Glashouwer. Glashouwer. Ja. Kreeg ik een aantal boeken van Waarom Israël? En dat heeft me ook mijn ogen doen openen voor op het zicht op Israël. Dus ik ben ook al heel vroeg in mijn geloofsleven ben ik in aanraking gekomen met
wat ze dan in de mond noemen Messiaanse gemeenschappen. Ja. En voor de kijker die niet kent, dat zijn gemeenschappen die, zeg maar wel, Jezus, wat noemen ze dan vaak Yeshua, Hebreeuwse naam, Jezus geloven, maar die in andere dingen wandelen. Dus bijvoorbeeld het houden van de Bijbelse feesten en het eten van rein voedsel. Ik noem maar een aantal basisdingen op. Sabbatviering. Ja, de Sabbatviering zeker. En ten opzichte van zondag is het natuurlijk een enorm groot contrast. Mm. En het belangrijkste denk ik ook de uitgesproken liefde voor Israël. Mm. Ja. En God stortte dat ook echt uit in mijn hart. En op dat moment dat ik ook enorm hard voor Israël. Ik voelde me betrokken. Mm. En ik ging zoeken op internet en dergelijke. En ook dus regelmatig aanschuiven bij de Messiaanse gemeenschap. Ondertussen, omdat ik ook dat woord heb gekregen, ben ik nagedenken van ja, wat wil ik hier dan mee? En toen heb ik keuze gemaakt, op dat moment zat ik nog bij de brug, heb ik de keuze gemaakt om me aan te melden voor een opleiding theologie aan het Evangelisch College in Zwijndrecht. Dus dat is niet per se verbonden aan een kerkelijke denominatie, maar wel met de grondslag dat zij geloven in Jezus als de Messias. Dat is voor mij ook het allerbelangrijkste. Ja, dat is echt de kern. Ja, dus dat is de kern en het zijn volbrachte werk, dat brengt verlossing. Ja. En dat is het allerbelangrijkste. Dus ik ben die uitdaging aangegaan. Bijna een jaar denk ik geleden dat we met begonnen met spreken. Maar ook, ik wil wel zeggen dat ik niks te nadelen van de andere kerken. Maar ik hoor ook heel veel veelkleurigheid van God. Zeker, ik denk ook dat als je kijkt van weet je, de kerken hebben iets heel moois geleerd van hoe je elkaar als mens lief moet hebben. Ja. Ook wat heel belangrijk is. Ja, dat andere stukje ben ik misschien niet altijd eens met de kerk. Hoeft ook niet, denk ik. Nee. Maar dat is zeker, absoluut. En veelkleurigheid ook van God. Maar ik wou zeggen ook, maar wat mij vooral raakte bij. En ook, dat was ook bij live, dat was de passie, zeg maar ook. De passie voor God. Ja. Ik kon dat helemaal niet. Ik heb dat zelf nu ook gekregen. Wel passie om het woord te bestuderen, maar voor de rest niet. Maar passie voor God door muziek, door de aanbidding. Ja, ja, ja. En ook gebed, ook heel belangrijk natuurlijk. En ook hun wandel, hun levenswandel, wat ze deden. Want ik was ook iemand die daar ook naar keek. Ja. En dat heeft me zo aangevuurd om mijn leven nog verder te veranderen, zeg maar. Ja. Ja. Ten goede. Mm-hmm. We praten nu over een proces van 5 jaar, zeg maar. Het is heel bijzonder natuurlijk, als ik terugga naar je verhaal, waar je vandaan komt. Dat je achter dat die goal zit bij Feyenoord, bij je vrienden. En je eindigt nu eigenlijk als, of je bent nu gewoon op weg als spreker. Ja. Dat is natuurlijk een wereld van verschil. Jazeker. En toch ligt dat ook weer ergens dicht bij elkaar misschien. Ja, dat denk ik wel. Want ik denk dat als je gaat kijken naar het podium wat voetbal biedt. Het biedt vriendschap. Ja. En want dat was ook oprecht. Het is niet dat het niet oprecht was met de vrienden die ik had. Ik had sommige vrienden al heel lang. Wat denk je van het zingen? Je doet het in de kerk ook. Maar het zingen is natuurlijk ook iets wat heel krachtig is als je in zo'n kuip zit of staat. En zoveel mensen gaan zingen en dansen en dergelijke. Ja, eigenlijk kan je het zien, het is precies hetzelfde als
Zo hoort het eigenlijk ook te zijn in de eredienst. Ja. Zo kijk ik er nu naar. Hè. Ja. Dus ja, dat heeft zeker wel parallellen, ja, absoluut. Maar ook het mooie natuurlijk, het overkoepelende, hoe God iemand daar uitpikt, die daar achter dat tribunetje of achter die goal zit en zo'n weg met hem gaat. Ja. Mij zegt dat persoonlijk heel veel ook van de onvoorwaardelijke liefde van God voor alle mensen. Ja, zeker. Zeker. En het bijzondere is ook, ik ben niet de enige, denk ik, want als mensen gaan kijken op internet, zijn er vele getuigenissen te vinden ook van ex-hooligans, vooral bij Feyenoord, dat is het bijzondere, die tot bekering zijn gekomen. Dat is echt ontzettend bijzonder. En het is natuurlijk ook de genade van God. En ik denk ook de roepstem voor iedereen. Ja. Voor iedereen. Ja. Dat je zo geliefd bent dat hij wil, hè, dat je hem kent. Ja. Hè, en vanuit die relatie, omdat de dingen die ik nu ook doe, dat wil ik ook benadrukken, dat doe ik niet omdat het moet. Nee. Zo ervaar ik het helemaal niet. Nee. Maar het is ook door Gods geest ingegeven. En je doet het omdat het hem behaagt. Ja. Omdat je van hem houdt. Je doet het vanuit liefde. Juist. Ja. Uit ja. dankbaarheid en uit liefde. Voor, ja. Want hij is degene die het eerst heeft gedaan. Ja, en hij heeft die liefde in je gebracht. Ja. Door zijn geest. Ja, amen. En jij mag het doorgeven aan een ander. Ja, zeker. En je bent een hele moeilijke weg gegaan. Echt een diepe weg. Ook als je je moeder verliest, dat is heel moeilijk. Je vader ziet weggaan en met lege handen staan. En dat hij je zo oppakt en mij neemt en je gewoon een plek geeft. Ja. Geweldig. Ja. Weet je wat ik heb gemist in die cruciale jaren, denk ik ook. De laatste jaren misschien dat je normaal gesproken voordat je het huis uitgaat. En dat heeft de vader, de echte vader. Die heeft dat recht gezet. Ja, dat is mooi. En ook daardoorheen, want dat is ook het mooie wat ik ook wil getuigen, de relatie tussen mij en mijn vader is volledig verbroken geweest. Mm-hmm. En ik zeg niet dat hij perfect is, maar er is wel verzoening gekomen. Ja. En ook met mijn andere familieleden. En met mijn zus vooral, waar ik nu een enorm goede band mee heb. Ja, het is verzoend. Wat mooi. Ja, gedaan. En ik heb ook nog steeds wel contact met een aantal oude vrienden. Ook dat is, in mijn opzicht, is dat verzoend. En er zijn zoveel nieuwe mensen die ik heb mogen ontmoeten. Via de brug, maar ook via de kerken die ik nu ken. Waar ik gewoon goed contact mee heb. Ja. En mensen ook via internet leren kennen, omdat je toch op bepaalde forums en dergelijke ook actief bent als het gaat om God. Ja, dat is gewoon fantastisch. Het is, ja, ik kan ook zeker volmondig zeggen dat God ook een God is die verandert. Dus waar een aantal jaar geleden mijn leven totaal uitzichtloos leek en dat ik eigenlijk ook dreigde om gewoon in de goten te zijn, want dat was op een haartje na. Heb ik nu alles eigenlijk op de rit. Ik heb een huis, ik heb een mooie, lieve vrouw, ik heb een baan, ik mag voorgaan. Ja. Dus dat is ook, dit is onze God die wij dienen. Ja. God die verandering kan brengen. Absoluut. En daar wil ik ook van getuigen. Ik wil je heel hartelijk danken voor het gesprek. En je echt heel veel zegen toewensen op de weg die verder met jou gaat. Dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel.